So, vandaag wil ik vertellen over mijn test die ik heb gedaan in Rotterdam. En we zien hier de resultaten. Of eerst maar de data bij onder politie.nl kan je gewoon de gegevens opvragen. Met een vertraging van ongeveer 1, 2 maanden. Kan je dan precies zien wat voor aantallen daar geregistreerd staan. Ik heb het overgezet in een Excel-tabel. En als we dus nu kijken van maar moord en doodslag. Ik heb juni en juli, dus voor juli heb ik dat gedaan. De hele maand, iedere dag. Met God in gesprek. En 2 maanden later kon ik dan in die datagegevens bij de politie de resultaten afleiden. En het was voor mij dan in die zin van, wauw. Nou, heel toevallig. Nee, kan niet toevallig. Kan je weer zien van hoe geniaal God werkt of zo. Mijn levensdoel, mijn life purpose is, als je op spiritualiteit gaat zoeken of zo, zijn er ergens wegen, middelen om dat uit te zoeken. En ik kwam uit van, voor mij is het liggende acht, het infinity of oneindig teken. Wat voor mij staat voor, ja, eigenlijk symbolisch voor God. God is oneindig. Oneindig in iedere vorm. Dat te onderzoeken en meer te begrijpen, helder te krijgen, is een heel proces, een levensproces. Nou, hoe mooi is het dan ook juist van, om dan ja, als antwoord op zijn onze samenwerking te krijgen, het verschil van wat het geweld, nou bij het eerste cijfer natuurlijk, het meest erge geweld is natuurlijk de moord, doodslag, dat dan daarbij 44% uitkomt. Dus een vermindering of verbetering van 25 gevallen in juni naar 14 gevallen in juli. Nou, hier. Dus 14 is 56% in verhouding tot 25 en dus is 24% verbetering. Nou, dan heb je natuurlijk ook andere geweldsdelicten, openlijk geweld, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval. Alle cijfers zijn beter geworden. 9, 12, 17, 39, 20% met een gemiddelde van in totaal inclusief de 44 van 23% verbetering. En als we dit even bekijken, dit is natuurlijk in vergelijking met de maand daarvoor, met juni, is dat een 23% verbetering. En ik heb ook uitgerekend van wat het gemiddelde is op jaarbasis met al die verschillende delicten. En dan komen we uit op een 30% verbetering. Dus het eerste wat 44% was, gaat naar 31,4%. En al deze getallen bij elkaar gemiddeld is een 30% verbetering ten opzichte van een jaarbasis. Nou, dat is toch wel een mooi resultaat om maar 1 maand te testen van wat zou ik kunnen betekenen voor de gemeente Rotterdam als ik mijn mogelijkheden die ik met God natuurlijk heb zou benutten om dat daarvoor in te zetten om criminaliteit te verlagen. Waarbij ik denk dat is alleen maar een intree. De normalita is natuurlijk wel zo van dat als de gemeente mijn kennis zou gebruiken, wat ik nu ook wil aandragen,
dann soll das allemal selbst nach Nihil gehen, weil ja, all die Kriminalität, überhaupt alle Misdreife wurden gewoon total overbodig. Als je begrijpt hoe het leven in elkaar zit en wat we zouden kunnen doen samen. Als gewoon de kennis beschikbaar komt en wij deze samenleving ja, verlichten, ophelderen of gewoon de waarheid vertellen en al die dingen die gewoon de mensen niet weten hier in deze realiteit, omdat ja, hier is wat de illusie beleeft dat het tegen elkaar is en niet zoals in de realiteit waar iedereen en alles met elkaar bewust verbonden is en iedereen weet dat alles één groot geheel is, zo groot dat je levens miljoenen jaren kan gebruiken om te achterhalen van zo, dat ben ik allemaal. Dus jezelf te ontdekken van, nou ja, God is zo onvoorstelbaar groot, maar ook zo geniaal georganiseerd. En het mooiste is van, hij is pure liefde. Wat eigenlijk ook pure logica is. Van als je begrijpt van, alles is één geheel. Dus dan heb je alleen maar met jezelf te maken. Ah, oké. Okay. Dus hoe logisch en hoe verstandig is het dan niet überhaupt van jezelf te houden. En als iedereen een stuk van jezelf is, dus van iedereen te houden. En ook iedereen zo te behandelen, zo liefdevol en perfect en goed zou kunnen, als het maar kan. Ja, wat gewoon uiteindelijk dan in perfectie resulteert. Iedereen heeft het dan perfect voor elkaar. Het is zo simpel, maar uit menselijke zicht, wat wij allemaal hebben geleerd en gezien hier in deze wereld, in deze illusie-realiteit, dan lijkt het allemaal onvoorstelbaar. Maar dat geeft aan van in hoeverre je verwijderd bent van jezelf, van de waarheid en van de kern van wie je in wezen bent en ja, wat allemaal in jou zit. We zijn net een ei. We zouden die ei moeten schillen om de kern meer naar boven te halen, om de perfectie, de beauty en rijkdom en welke richting je ook maar wilt denken, alles gewoon perfect is. Nou, God heeft mij even dingen laten zien en daarom voor mij is het geen kwestie van geloven. Maar ja, geloven heb ik niet. Dat was voor mij dan een kwestie van in de kerk. Ja, geloven, ja, ik weet niet. Moeilijk, ik wil wel weten en dat was mijn intentie 28 jaar geleden en daarom heb ik nu sinds 28 jaar iedere dag bewust contact en opleiding voor God gehad en ja, ik weet hoe het allemaal zit en hoe geniaal en hoe, ja, je zou bijna zeggen van hoe dom het eigenlijk was om op zielsbasis te willen weten van hoe is een wereld waar God niet is. Nou, dan heb je zo'n wereld als hier op aarde. Prachtig mooi. Natuurlijk ook door de kortzichtigheid van de mensheid en de onwetendheid verknallen we steeds meer onze onvoorstelbaar mooie planeet. Dus het is nu tijd om wakker te worden. Bewust te worden wie je bent en dingen totaal anders aan te pakken en te doen en iedere dag te genieten. En daarvoor is het bedoeld en dat is het normaalste van de wereld in de vijfde dimensie, daar waar we thuis zijn en waar iedereen zich daarvan bewust is dat we alleen maar met onszelf te maken hebben. Alleen zo groot dat we zoveel verschillende vormen hebben en ja, het is gewoon geniaal. Het ontbreekt gewoon de woorden om God en het geheel wat hij heeft gecreëerd te beschrijven. Dus, ja, maar de grootste drijf zou eigenlijk moeten zijn om jezelf weer terug te vinden.
Maar mensen streven naar geld, naar liefde of dit of dat. Dat zijn maar stukjes, kleine stukjes van wat je zelf eigenlijk in wezen bent en wat je eigenlijk kwijtgeraakt bent om die keuze te maken van om een wereld te willen ervaren van de derde dimensie, waar dus niet alles bewust met elkaar verbonden is en alles gecontroleerd, ja, gecontroleerd, goddelijk organiseerd is en iedereen met de vrije wil en ook die intelligentie en wijsheid en liefde die je dan in je hebt, ook alleen maar ook in perfectie te handelen. Ja. En hier hoor je nobody is perfect. Weer, once again. One big lie. Het is gewoon een grote leugen. Iedereen is gewoon geniaal. Alleen hij is het vergeten. En wordt hier iedere dag in feite geprogrammeerd van nee, kan niet. En weet ik wat, al die belemmeringen die allemaal niets te maken hebben met de waarheid. Wie je in wezen, in je kern, in je hart en eigenlijk in iedere cel bent. Alleen dat hoor je hier allemaal niet. Je wordt hier probeerd andere dingen wijs te maken. Ja, tijd om thuis te komen. Thuis in het paradijs, in perfectie. En als je relatief wakker bent, zoals ik zou zeggen, ik ben ook relatief wakker, dan kan je zelfs ook al hier, zelfs zonder geld, of met heel weinig geld, iedere dag genieten en ook de aarde, de mooie kanten ervaren en toch bijna net als een paradijs iedere dag door het leven gaan en genieten. Nou, ik kan dat. En maar ook ik wil graag nu weer de vrijheid hebben om door het hele universum te reizen en ja, ook natuurlijk hier vrij te reizen op aarde. We hebben zo'n mooie plaatsen om overal te zijn. Dus wat ons allemaal meer en meer wordt afgenomen. Dus in die zin, het komt allemaal meer op de punt van oké, hey, wat wil je? Dit, beperkingen, 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 of weer vrijheid en de waarheid. Dan moet je ontdekken wie je zelf bent en nee zeggen en de juiste acties ondernemen om meer te zijn wie je daadwerkelijk in wezen bent. Bedankt.